kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik kom net thuis uit mijn werk. Ik ben van plan om nu weer lekker te gaan haken. Gisteren ben ik ook een nieuwe knuffel gestart. En dat is deze. Alleen ik ga hem maken in grijs en wit. En dit is het patroon ook weer van Wonder Crochet. En ik gebruik ook echte kattenogen. Ik ben nou al zover. Het ziet er misschien nu nog een beetje raar uit, maar ik moet hem straks dus gaan opvullen. En met mijn vest ben ik dus al zover. En ik denk dat ik hem bijna op lengte heb en dan kan ik aan de mouwen gaan beginnen. Dus dat ga ik deze week ook weer lekker doen. Ik heb vorige week ook nog een diamond paint. Dan laat ik zo meteen zien hoe ver ik daarmee was. Dus ik ga jullie deze week weer gezellig een paar dagen meenemen. Ik hoop dat je dit leuk vindt en vergeet je niet te abonneren. Ik heb vorige week ook deze knuffel afgemaakt. Het patroon zal ik even onder in de beschrijving zetten. Ik zal nog even laten zien hoe ver ik was met mijn diamond painting. Zover was ik dus met mijn diamond painting. En ik ga misschien vanavond, als ik er zin in heb en anders van de week weer, dit stuk diamond painten. Ik ben nu zover met mijn diamond painting. Het is vandaag woensdag en gisteren na werk heb ik niet heel veel meer gedaan omdat ik afspraken had staan. Maar ik heb wel een klein stukje aan mijn vest gehaakt. En ik was begonnen aan de mouw, maar daar ben ik niet helemaal tevreden over. Dus ik ga dat uithalen
En dan ga ik even overnieuw beginnen. Zo ziet het er nou uit. De lengte was nu goed. Alleen over de mouw ben ik dus nu nog niet helemaal tevreden. Dus ja, ik ga dat vanavond even uithalen. En ik wil nu even verder met die kat, want daar heb ik ook niet veel meer aan gehaakt. Sinds dat ik jullie dat heb laten zien. Dus daar ga ik nu mee verder. En dan vanavond ga ik die mouwen even opnieuw proberen. We hebben net lekker even gewandeld en nu ga ik even lekker douchen. En daarna wil ik dus verder met dat vest, dus ik ga die mouw even uithalen. Het is vandaag vrijdag en ik heb nu een lekker weekend en ik wil nu verder gaan aan die mouw van het vest. Want daar heb ik gisteravond dus ook aan gehaakt. Ik heb hem dus uitgehaald en ik ben opnieuw begonnen. Alleen ik ben er nog niet helemaal tevreden over. Dus laat ik zo meteen even zien. Zondag gaan wij gezellig shoppen in Rotterdam Zuidplein. En dan neem ik jullie daar ook gezellig mee naartoe. En morgen op de planning weet ik nog niet wat ik ga doen. Maar dat zie ik dan vanzelf wel. Dus ik ben nu van plan om lekker te gaan haken. Dit is hoe mijn mouw er nu uitziet. Ik heb dus het 3 keer geminderd. En nu wil ik dus de steken zo laten zoals ze zijn. Dus het wordt dan een brede mouw. Maar ik kan hem nu dus nog niet passen omdat het nog maar een klein stukje is. Dus ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Thank you.
Het is vandaag zaterdag en ik heb vanmorgen lekker zitten diamond painten. En dit is hoe ver ik nu ben. Maar ik ga nu lekker buiten zitten en dan ga ik verder met die knuffelkat. Deze zijn toch wel leuk. Deze. Echt, het is nu 30 graden buiten en ik ga kijken naar een trui. Dat kan toch niet. Nou, dan nemen we die. Is dit gewoon leuk? Ook elkaar. Het lijkt op een Rummelty mix. Ja, grappig. Die neem ik mee. Nee, nog Halloween. Oh ja, hier. Spooky. We zijn weer thuis van het shoppen en ik laat nog even zien wat ik dus allemaal had gekocht. Ik heb bij de Primark 3 t-shirts gekocht. Deze. Deze. En dan deze. Oh. En dan heb ik nog 2 pyjama broeken gekocht. Van die korte. En deze. En dan heb ik ook nog een drinkfles van 1 liter. En dan bij de TK Maxx heb ik zo'n pumpkin spice kaars gekocht. En dat was alles wat ik had gekocht. We hebben ook nog even een frietje gegeten. En vanavond wil ik dus een fruitsalade gaan maken.
Het is de volgende dag en ik ga hierbij deze vlog afsluiten. Ik hoop dat je dit een leuke video vond en graag.